2012. Het is de prijs voor de uitmuntende prestaties op het gebied van gastvrijheid, innovatie en kwaliteit. Ieder jaar reiken wij de Consumer Awards uit aan business partners die wij door een bijzondere prestatie in het zonnetje willen zetten. We proberen natuurlijk toch een soort competitie te creëren tussen de business partners. Dat kan zijn op het gebied van retail of op het gebied van horeca. En voor Schiphol is het één keer per jaar een manier om onze business partners echt in het zonnetje te zetten en te bedanken voor de prestaties en de bijzondere samenwerking die we met elkaar hebben op Schiphol. De eerste award van vanmiddag, de Guest Friendliness Award Retail 2012. Dat we een prijs gewonnen hebben. En dit is onze derde al. Dus we zijn echt heel trots. Wat doen jullie om er dan drie keer eentje te winnen? Ik denk dat het de samenloop van omstandigheden is. Met een goed team, want dan versterk je elkaar. Ja, en het product aan zich, hè, bloemen word je blij van. Ik kom gemiddeld zo'n, 50 keer per jaar op Schiphol, zoiets. 40, 50, zoiets. En Schiphol betekent voor mij altijd gewoon weer dat het avontuur gaat beginnen. En ik vind, en dat zeg ik niet omdat dit Schiphol TV is, maar dat meen ik echt, Schiphol is echt een hele goede luchthaven. Het is gewoon, er is echt alles. Leuk om te zien dat de mensen die zijn genomineerd ook echt een hart voor de zaak hebben en ook laten zien dat ze ook hun steentje willen bijdragen. Vind ik heel belangrijk.